We staan hier in Wijchen samen met Paul van der Waarsenburg. Paul is de advocaat die de SNS heeft gedagvaard omdat de banken rente vragen over het geld dat ze uit niets maken. Paul, dankjewel voor deze leuke ontmoeting. Ja. Alweer, tweede keer. Ja. De banken die maken dus geld uit niets en vragen rente over dat geld uit niets. En jouw klant heeft jou gevraagd, de SNS-bank, te dagvaarden hiervoor. Kan je me daar wat over vertellen? Nou, het gaat er met name om dat mijn klant zegt, SNS, jullie hebben geld uit het niets gecreëerd en jullie vragen daarover voor mij een substantiële rentevergoeding. Naast het feit dat jullie een substantiële rentevergoeding daarvoor vragen, hebben jullie mij ook nooit uitgelegd waar die rente precies uit bestaat. In het geval van mijn cliënt is het zo dat die rente op een gegeven moment is afgesproken met de bank. En gaandeweg het leentraject dat cliënt en SNS bewandelen, blijkt dat die rente in ene keer een stuk hoger wordt, terwijl de marktrente, de Euribor-rente, een dalende trend vertoont. En daarover heeft SNS nooit uitleg gegeven. Ja, nu wordt de bank hebben natuurlijk al heel veel jaren verteld dat zij spaargeld van mensen uitlenen. Die mensen krijgen ook 2% rente. En daar moet de bank ook wat rente over krijgen. En zo kunnen ze, is de renteopbouw, zeg maar, daar is hij op gebaseerd. Nou blijkt dus het geld helemaal niet van spaarders te zijn. Dat is gewoon, de banken maken dat uit het niets op het moment dat zij een hypotheek afsluiten. Dus die rentes zijn eigenlijk veel te hoog. Daarnaast zijn de Euribor-rentes sinds de crisis enorm omlaag gegaan. Hè. De centrale banken hebben de rentes omlaag gebracht, zodat banken meer geld kunnen lenen aan het ondernemersklimaat in Nederland, zodat de economie weer opgepompt kan worden, wat ze dus niet doen. En in feite verhogen ze inderdaad dus nog de rentes. Ja. Dus ik snap dat jouw cliënt daar heel veel problemen mee heeft. Nou ja, ik hoor het jou zeggen. Dat een cliënt een vergoeding moet betalen voor een prestatie, daar is niks mis mee. En dat we het dan rente noemen, ja oké, okay, what's in a name. Maar het moet wel duidelijk zijn waar cliënt eigenlijk voor betaalt. Betaalt, ik noem maar even een voorbeeld, cliënt voor de rotzooi die in dit geval SNS-bank ervan heeft gemaakt in financieel opzicht, of betaalt hij voor een wezenlijke prestatie? Ik heb ook, daar heb ik het ook met mijn cliënt over gehad, van hoe zit dat nu eigenlijk? Van, jij betaalt steeds meer rente terwijl de Euribor-rente omlaag gaat. Het lijkt er wel haast op dat SNS in dit geval, zeg maar, de rotzooi die zij ervan gemaakt heeft op jouw bordje legt in de vorm van een hogere rente. Dus als het ware van, wij hebben het moeilijk. En omdat wij het moeilijk hebben, gaat u, beste klant, daar maar voor betalen in de vorm van een hogere rente. En dat is natuurlijk een hele merkwaardige gang van zaken. Maar dat wordt ook door hem aan de kaak gesteld. Maar het is dus niet zelf dat banken zeggen, luister eens, de onderpanden van onze hypotheken die zijn verdampt, hè, door de crisis. We hebben gewoon een huizenbubbel zelf gecreëerd, daar de huizenprijzen in elkaar gestort. Wij hebben hypotheken uitstaan, claims uitstaan, terwijl het onderpand beduidend minder waard is. En wij moeten dat gat gaan vullen en wij gaan dat vullen door jou meer rente te vragen. Daar lijkt het wel op. Kijk, sprekende mensen zijn te helpen, dus ook in dit geval SNS. Ik bedoel, als SNS duidelijk kan maken hoe ze het hebben gedaan en als dat redelijk is dat ze dat hebben gedaan, nou ja, oké, okay, dan valt het met elkaar te praten. Maar het lijkt er gewoon op dat SNS gewoon een eigen koers heeft gevaren. Ook als je kijkt naar het begin van de leenperiode en de huidige situatie, dan zie je op een gegeven moment een enorm verschil tussen de rente die toen gevraagd werd en de rente die nu gevraagd wordt, bij een dalende Euribor-rente. Dus ik herhaal het nog eens. Ja, leg eens uit hoe dat kan. Dat is gewoon niet uit te leggen. Wat ook opvalt is dat bij de destijds gemaakte afspraak, dat je ziet dat er eigenlijk helemaal niet duidelijk is van wat er nou precies is afgesproken. Wel is het zo dat de cliënt denkt van, hey, ik betaal toch de marktrente of de Euribor-rente. Maar SNS-bank in dit geval heeft ook weinig of niets aangedaan om aan te geven waar het nu precies om draait. Wat het precies is wat voor rente, waar hebben we het nou eigenlijk over? De cliënt denkt nog steeds marktrente, maar daar lijkt het dus gezien de situatie nu helemaal niet op. Er zijn natuurlijk, jouw klant is niet de enige die hiermee te maken heeft. Dit zal een rechtszaak worden ook die voor heel veel mensen heel veel te betekenen heeft, hè? Het feit dat de banken dus geld uit niets maken, dat is eigenlijk pas een heel kort
duidelijk voor heel veel mensen. Omdat dat in de mainstream media is geweest. En nu is het inderdaad, de meest logische vraag is inderdaad van die rente over dat geld uit niets. En als jij dit zou winnen, dan zou dat betekenen dat heel veel mensen gewoon minder rente zouden hoeven betalen. Misschien met terugwerkende kracht rente zouden terugkrijgen. Wat je aan het doen bent is vechten tegen een moloch. Hoe voel jij je daarover? Nou ja, laat ik het zo zeggen. Ik werk voor mijn cliënt. Dus ik probeer mijn cliënt in deze zo goed mogelijk bij te staan. In zijn gevecht tegen Goliath of de Moloch, zoals jij het noemt. En daarin adviseer ik hem. Maar ja, omdat ik advocaat ben, kan ik dus namens hem procederen. En hem daarin bijstaan zoveel mogelijk. En zoveel mogelijk met hem meedenken van hoe komen wij zo goed mogelijk aan het eind van deze zaak. En natuurlijk, mijn cliënt wil deze zaak winnen. En zal ook zoveel mogelijk argumenten daarvoor van stal halen. Ja, nou, ik wens je ontzettend veel succes, Paul. Want dit is wel een fantastisch wat je doet in ieder geval. Mijn steun heb je. En volgens mij iedereen bij de ommekeer die dit ziet, die staan 100% achter jou. En wens je alle succes. Dankjewel. Ja? Hartstikke bedankt, Paul. Hey. Nou, dit was de ommekeer in Wijchen. En iedereen die dit ziet, denk dat Paul ook alle steun nodig heeft hiervoor. Dus als jij... Als jij Paul wil steunen, kan je in ieder geval bij de ommekeer aanmelden. Deel deze filmpjes, deel deze berichten. En bedankt voor het kijken. Tot ziens.